denk je? Is dat een speciale samenwerking geweest? Kennelijk, dat is gewoon iets dat gebeurt. Eigenlijk onwillekeurig. Zo reageren we op elkaar. Zo werkt onze chemie. Snel integreren en eigenlijk is het zo van oom Frans, dus hij had wel een aanzien. Maar ook, ze vonden wel een beetje moeilijk, want eigenlijk is het een Nederlands ongelovige man. Maar toch kunnen we zo goed met hem praten, want dat vonden ze wel apart. Dat waren jouw familieleden en vrienden in het dorp. Ja. Die waren daar verbaasd over. Ja, want, waar komt die verbazing uit voort dan? Want kijk, mijn tantes die hebben nog nooit een ongelovige man ontmoet. Frans, vind je het erg als ik dat zeg? Als blijf je nee toch? Ik heb nog een vraag. Dat komt dus daaruit voort. De eerste ontmoeting met een ongelovige man. Want ik weet ook nog één moment. Mijn opa, die heeft echt wel, vind ik, bepaalde karaktereigenschappen van als een heel hardwerkende man en zo. Dus ik zei tegen mijn tante, vind je niet dat hij op opa lijkt? En toen zei ze, nee,